Ze kunnen mij zomaar niet uit mijn huis zetten. Goh, dan word ik woest. Nee, op mijn leeftijd. En ik kan niet gaan zoeken, hè. Ze moeten wel een behoorlijk onderkomen kunnen geven, hè. En dat verwacht ik wel als de wielenbal blijft. De Wielenwaal zijn gebouwd in 1949 als noodwoningen om het woningtekort na de Tweede Wereldoorlog op te lossen. De huizen zijn ondertussen rijp voor de sloop. Het wordt nu echt wel tijd, en daar is ook niemand op tegen, dat we de huizen af gaan breken. Alleen, we willen graag andere huizen terug hebben. Mooie huizen op wens van de bewoners hier, maar ook de toekomstige bewoners. De plannen van Woonstad zijn hier eigenlijk om 675 huizen hier te bouwen. Terwijl er nu 545 huizen eigenlijk staan. Dus het gaat een soort steenwijk worden. En dat willen we eigenlijk niet. We willen het groen gewoon behouden aan alle kanten. En ja, de infra ook, de wegen, het is uniek. Er komt een deel weer sociale woningen terug. Dat is een klein deel. Dat is ook het grote probleem. En een groot deel middel en dure woningen. En eigenlijk meer middel dan duur. Maar dat is natuurlijk ook wat nodig is. Rotterdam heeft natuurlijk jarenlang een vlucht gekend. En dat deden ze door naar Barendrecht te verhuizen, naar Poortland. En juist dat zijn dat mensen die we eigenlijk wel willen houden. Je ziet, het moet hier speciaal sociale woningen blijven. Omdat er nog zoveel mensen zijn die graag goede koop zouden wonen. Ja, is het niet dat als zeg maar, er komen nu nieuwe huizen, dat die mensen die hier nu wonen het gewoon niet meer kunnen betalen? Nou kijk, dat is... Ik heb zelf ook onderhandelingen gehad met de corporatie en de bewonersorganisatie. De bedenkers van het plan toen nog. En er is heel duidelijk afgesproken dat mochten er gevallen zijn van mensen waar het echt zo is, dan zal de corporatie kijken hoe ze dat kunnen oppakken. De bewoners zijn het niet eens met de plannen die er liggen. Daarom zijn ze met hun eigen plan gekomen. Er worden nu flats gebouwd van maximaal 13,5 meter. En de bewoners willen de laagbouw behouden met een maximale hoogte van 7,5 meter. In hun plan krijgen de bewoners een maand lang elders onderdak en dan worden de nieuwe woningen geplaatst. Kijk, dan zie je hier dus gewoon erg duidelijk wat we eigenlijk willen. Alles beneden verder. Boven komt er extra bij. Hè. De kap die er nu op zit, die mag verhoogd worden met 38%. En wat ook natuurlijk voor huishoudens met kinderen natuurlijk ook ideaal is. Hè. Het kan een echte mooie kinderwijk worden, gecombineerd met ook wat oudere mensen. Wij bouwen dan energie-neutrale huizen verder. Dat betekent nul op de meter. Wat dan ook inhoudt dat de mensen zelfs maar aan energiekosten van €75 kan komen per maand. Nou is het niks meer. Door al die huizen die al afgebroken en alles afgeschermd. Nou, het is een spook. Nou, het is echt niet fijn om te zien. En het gaat aan je hart. Het was allemaal zo groen en gezellig.